Dank u zeer, voorzitter. Voorzitter, inwoners van Nederland. De jongeren van nu hebben meer schulden dan hun ouders destijds. Mede dankzij het leenstelsel en ze kunnen geen huis krijgen. Twee problemen van de vele voor jongeren. En straks als ze volwassen zijn, worden ze nog een keer gepakt. Omdat zij over 20 tot 25 jaar de rekening mogen betalen voor de miljarden die de coalitie wil gaan uitgeven aan de klimaat- en stikstofmaatregelen. 60.000 miljoen euro gaat daar naartoe. Hopsakee. Maar tegelijk 500 miljoen bezuinigen op de jeugdzorg. Terwijl de arbitragecommissie zei, er moet fors meer bij. Hoe is dit uit te leggen? En dan de ouderen die de afgelopen 50 jaar ons land hebben opgebouwd. Zij worden gepakt nu de AOW losgekoppeld wordt van het minimumloon. En de pensioenen zijn al jaren niet geïndexeerd. Ouderen zijn er 200 tot 500 euro op achteruit gegaan in 15 jaar tijd. Terwijl de kosten van levensonderhoud gestegen zijn met circa 100 euro per maand. Mensen willen geen schulden maken, dus teren in op kwaliteit van leven en welzijn. En elke politicus die hier niet echt iets aan wil doen, moet nu stoppen met dit werk. Het Nibud berekende de inkomenseffecten van het coalitieakkoord op basis van de opgave van de Nederlandse Bank in december met een inflatie van 3%. Het CBS meldt vandaag dat deze inflatie inmiddels al is gestegen naar 6,4% of zelfs 7,6% volgens de Europese methode. De geschetste koopkrachtplaatjes kunnen dus direct na publicatie alweer de papierbak in. Armoede dreigt voor nog veel meer mensen als de energieprijzen zo hoog blijven, de voedselprijzen blijven stijgen en een tank benzine al bijna onbetaalbaar is. 28% van de Nederlanders is financieel kwetsbaar en we hebben het hier dan over ruim 5 miljoen mensen. De minister van Financiën incasseert ondertussen ook tegenvaller na tegenvaller. 1,3 miljard minder uit Europa, miljardencompensatie door de ondeugdelijke vermogensbelasting in box 3. Voorzitter, helaas wordt de ontwikkeling van de economie weer als basisregel genomen om te bepalen of er meevallers zijn en niet de brede welvaart. Met andere woorden, brede welvaart, wat is de invloed op het welzijn? Wat is de invloed op de gezondheid van mensen? Onderwijs, sociale binding. Het kabinet gaat verder met het concentreren van complexe zorg. BBB kan hier niet achter staan als dit in de praktijk betekent dat deze zorg zich alleen in de Randstad gaat concentreren. Zoals met het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen in Groningen, wat daar weggehaald moet worden. En er is meer aan de hand buiten de Randstad. De Westerschelde-tunnel moet tolvrij worden van deze Kamer, maar het kabinet schuift dit door naar 2030 omdat er geen dekking zou zijn. En nu komt het ook weer door stikstof. Alsof er minder stikstof uitgestoten wordt als je tol gaat heffen. Alsof mensen gewoon voor de lol heen en weer gaan rijden door die tunnel als dat gratis is. Natuurlijk niet. Ze gaan minder omrijden, dus minder stikstof uitstoten. Stop met die smoesjes en voer gewoon uit wat de Kamer wil. En dekking is een politieke keuze. En er is meer aan de hand buiten de Randstad. Bij de afwikkeling van de schade in Groningen. Bij de afwikkeling van de schade in Limburg. En verderop stroomafwaarts in andere delen van Zuid-Nederland. Er is meer aan de hand buiten de Randstad. Bij de mogelijke sluiting van de kazerne in Assen. Die kazerne moet trouwens even goed worden onderhouden en verduurzaamd, want het is een rijksmonument. En dan zeggen dat de werkgelegenheid naar Havelte gaat en vervolgens in Havelte arbeidsplaatsen schrappen. Er gaat intussen meer geld naar Defensie. Wat is dus de werkelijke reden voor dit absurde idee? Geografische spreiding en de plattelandstoets moeten daarom onderdeel zijn van elke afweging van dit kabinet, ook als het om investeren gaat. Is de minister het hiermee eens? Tot slot een laatste woord aan de burgers thuis naar aanleiding van de verlaging van de bijdrage aan de gemeente. Beste burgers van Nederland, op 14, 15 en 16 maart kunt u kiezen voor de gemeenteraad. Kies wijs. Op 17 maart is het te laat. Dank u wel.